Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van Loeihard. Yes. Vandaag gaan we eerst de testrit doen van de pitbike. Ja, de eerste. We hebben hem net helemaal in elkaar gezet. Alleen nog even moeten hebben ze een nieuwe uitlaat. Nou, we hebben even die oude erop gedaan. We kunnen even testen. Kijken of de rook nu weg is, hè? Of de rook weg is. En op de start. Tenminste, dan kunnen we in ieder geval verrijden. Yes. Hier een nieuwe cilinder. Nou, laten we maar proberen. Ja, we gaan even naar. Is je ook? Ja, ik heb hem al hard zien. Bijna. Ja, rook niet. Oh, een kill switch bij. Oké jongens, we zijn even bij de pitstop. Koppeling slipt. Dus we gaan even kijken hoe we dat gaan fixen. Maar hij loopt wel in ieder geval. Geen rook. Dus het probleem is opgelost. Dat wel. Nou, we hebben weer gefixt. De koppeling pakt hij nu wel heel erg goed, dus dat is wel beter. Ja, die heeft een goede koppel nu hoor. Hij trekt veel harder op dan eerst, man. Willy. Thank you.
En die kabel er al een beetje eraan te smoken, want dat is een tuinripje. Oh ja. Om het weg te branden. Ja man, hij gaat hij wel veel meer koppel. Ja, gelijk op zijn achterwiel man. Ja, in zijn één wel. Ik denk als hij ingereden is dat hij nog beter wordt. Ja. Mijn koppeling slipt dus nu. Nee. Maar beter ook. Het is wel werk hoor. Ik voel het in je armen. Ja. Ja, die brug moet echt... Ja, hij zit toch helemaal scheef erin, jongen. Ja. Maar hier ook. Het zit gewoon los erin. In de lagen zie je. Hoort het ook. Ja. Ik denk als dat gefixt is, dat hij wel lekker gaat. Ik wil maar een keer in zand testen ofzo. Maar trek je van die hele streep. Ja. Hij remt alleen nog niet zo hard. Die rem is wel keihard, maar... Blokjes zijn het wel lekker, man. Dan alleen nog die achterrem. Even dat pendaaltje fixen. Ja, klopt. Even een goede achterrem, man. Kijk dit. Die as is gewoon los. Die moet even eraan lassen. Ik kan nu niet meer dit doen. En daar moet een die lagere stuk. Dus we daar een lager doen en al die spaken moet ik aandraaien. Die zijn allemaal los. Ja, klopt. Dat was vorige keer ook al zo. Je hebt ook van die steeksleuteltjes voor. Die ja, allemaal klopt. Aandraaien. Dus voor je fiets heb je dat ook. Klopt. En die velg is ook helemaal krom. Hè? Ja, die voorvel man. Ik zag hem al de hele tijd een beetje... Nee, je merkt het niet echt als je oprood bent. Nee, dat niet. Die kapte is ook gewoon een beetje... Het zit ook allemaal los. Tering, wat grappig jongens. Je gaat gewoon, als je nu gewoon je koppeling laat opkomen, dan gaat hij gewoon de lucht in. Heel fijn. Nou, dat is weer een goed teken, jongens. Hij rijdt in ieder geval. Het is wel mooi in die natuur hier. Nou, hij doet het in ieder geval. Ja. Geen rook meer. Dat toch ook niet. En de power is terug. Ja. Dat zie je gelijk, man. Ja, zie je het ook echt? Ja, ja, toen wij erop reden, trok je hem niet op zijn achterwiel. Nee, man. Nou, wel als je echt die koppeling op het allerlaatste punt schoot of zo, maar dan was het ja. Ook zo. Ja, die koppeling was echt op het allerlaatste, op de millimeter. Toen ging hij pas. Ja, nu heb ik hem iets vroeger gezet. Ja. Maar je voelt wel dat hij, zodra hij echt die paal komt in één, dat hij die brug krom wil trekken. Ja, klopt. Dat die speling erop zit. Ja, je ziet het ook een beetje als je rijdt. Dat hij een beetje dit doet. Ja. 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 Nou jongens, hij doet het in ieder geval weer. Moeten we nog een paar kleine aanpassingen doen, maar dat komt later wel. Sowieso even een nieuwe uitlaat bestellen. Dat heeft niet echt haast op zich. Nee. Ja, even die lagers even bij de velg. De achterwiel even doen. Achterbrug ook nog. Maar ja, in ieder geval belangrijkste, hij rijdt weer. De cilinder is goed. Ja, we zijn... Ja. Hij gaat dus gek. Daarom. En even een updateje voor de SIP.
Ik heb 80 cc besteld, dus die komt morgen binnen. En er komt uiteraard ook weer een nieuwe video van, dus abonneer in ieder geval voor alles hier al. En dan zien we je de volgende keer weer. Later. Later.